Goedemorgen jongens, we zijn weer terug bij Twee Wielers Noord. En de wielers gaat er naast. We hebben een Hondatje staan, een Hondatje Hornet. Wat is het probleem? Niks! Natuurlijk Honda! Kijk! Lek in de kering. Ik kan beter een lek in de kering hebben dan een kapotte kardan. Of een kapotte rempo ABS-pomp van BMW die 1050 euro kost. Kijk wat we gaan doen. We gaan die voorband voor eruit halen. Gaan we een nieuwe keringjes plaatsen. Daar zijn we in orde, dan kan die verder rijden. Ik heb bril op, jullie denken wat de gek is dit? Waarom heb je bril op? Zie je mijn ogen? Ik heb hooikoorts. Ik moet weg. De camera is leeg. Daarom draag ik de bril. Dan voel ik wat rust in mijn ogen. Dat jullie weten waarom ik dit doe. Hooikoorts, dat was een hooikoorts. Hele erge hooikoorts. Kijk, we halen hem los. Laten we hem. Maar wat we gaan doen, gaan we eerst even die as eruit halen. Kijk eens goed hoor, even draaien. Kijk, dit is Japan. Kijk, die motor denk ik is van 2002, of rond 2003, 2004, 2005, in die jaren gemaakt. Dat is een mooi asje. Het gaat er makkelijk soepel los. Het is gewoon hoge kwaliteit. Goed. Japan. Daar hebben ze verstand van. Wat ik ga doen, ik ga hem dus. Kijk, hij maakt los. Schrijf ik hem. Kijk of die bussen er niet eruit vallen. Even laten we hem rustig. Kijk, rust. Kijk. Ik zoek zo'n remspoor van de olie. Kijk hier, levensgevaarlijk. Dus dit is heel belangrijk dat je het moet maken. Zie je het mooi, kijk. We gaan doen eens. We gaan hem nou. Kijk, laat hem zakken. Hiep, hiep, barbatruk. Mooie voorwielpoot, hoog kwaliteit. Daar is. Wat we nou gaan doen, we zetten jullie even op pauze. We komen zo bij jullie terug. Even alles schoonmaken, opruimen. Even ruimte maken voor die voorvork. Waar we los gaan maken, waar we actie gaan doen. Ja? Ja. Tertert. We zijn weer terug jongens. We gaan die voorvork uit elkaar slopen. We gaan even een keringje plaatsen. Even kijken hoe dit los gaat. Want iedere poot op zijn eigen systeem. Even kijken. Ja. Even erbij. Even een keertje los trekken. Is hij open of? Nog niet. Niet.
Even kijken wat we hier. Wacht, als je dat kan. Hier daar iets. Dit hoeft er niet mee. Wat wij gaan doen, het gaat tijd kosten om die los te maken. Mm. We zetten jullie nog even op pauze, dan kom ik zo bij jullie terug. Ja. Kijk, wat we gaan doen is... Oh! Oh, kijk. Geen gals maken, ja? Oh, dat is papa's boos. Ik ga even alle olie eruit gieten. Uh-oh. Is het nog begonnen? Nee, volgens mij niet toch? Denk ik. Ik ga het hier leggen. Hier jij. Of 4 of 5, zullen we maar kijken. Is dit wat hier aan de hand? Hallo? 14 even, jongen. Schakel jongens. Kom eens nou uit. Dan sla ik je eruit. Ik heb gelijk, jongen. Draai, hoppa. Doe een keer zo. Ja. Oh, wat is hier? We gaan daar naartoe verhuizen. Ja. Kom maar hier. Ik moet eruit getikt worden. Kijk, deze zo. Doe zo. De nieuwe kering kiezen. Maar leg het in je handen geven. Volgens mij voor toch? Ja. Of achterin, wacht. Hij is hier. Wacht. Wacht. Hij is hier. Pak het wel, pak het wel. Pak het gaan kalm, jongen. Ja. Kinnik. Ja? Sla kinnik van de aardbodem. Kom hier, jongen. Dan zijn we hier. Zo het is best wel vies werk. Je ziet al die olie moet eruit en zo. Mm-hmm. Als je met olie moet werken, is het altijd vuilig. Dus kijk. Kijk in die buis. Honda, het lijkt wel nieuw. Die boot is gewoon 12 jaar oud of zo. 10 jaar oud.
dan nog. Zijn we die aan elkaar aan het houden, die MP3? Ah, die Volvo van die MP3 gaan we zo doen. Ik knijp zo, zo. Mag fout. Mag even de billen werken. Kijk, als je vuil gaat, ik kan blijven nog lekker doorlopen en zo. Ik trek een beetje aan hier zo. Dan is die vast. We moeten voorzichtig omheen tikken die kering. Zo. Dan gaan we die borgveer omheen leggen. Gaan we even afvullen, gaan we kijken of de olie in de poot gaat. Dan gaan we in elkaar zetten die Honda. Daar staat die. Honda, jongen. Ik vind het een mooie motor. Ja, kan toch? Kijk. Hij is best wel mooi. Ja, maar kijk, dit motorblokje van Honda. Is een goede dit, hoor. Ja? Ja, dit valt onder een van de beste motorblokken van Honda. Een van de beste motorblokken in de wereld. Dit is echt zo'n blok die nooit ophoudt, die blijft rijden. Een degelijke motor, voor weinig geld. Goed motortje, voor weinig geld. Is goed, Joey, een beetje ziek, joh.